eens mensen samenbrengen om verhalen uit te wisselen. Vakantie is ook eigenlijk een verhaal. Hè? Dus het kent een begin en een middenstuk en een eind. En voor ons is dat een evidentie, of voor heel veel mensen is het een evidentie dat vakantie ook een jaarlijks wederkerend iets is. Maar voor heel veel andere mensen, en dat vergeten we vaak, is het geen evidentie. Vakantie is geen luxe, vakantie is een recht voor iedereen. En als overheidsorganisatie willen wij dat recht garanderen. We zijn daarin vrij uniek. In Europa, wij merken bij heel wat gelijkaardige agentschappen die in Europa actief zijn, dat zij toerisme vanuit een strikt economische marketingbenadering vaak hanteren. Voor ons is toerisme veel meer dan dat. Het is de brede benadering, ook naar het sociaal aspect. En dat is een idee dat wij ook uitdragen wereldwijd en waar wij ook voor gekend zijn. Dus die refereert naar de vier seizoenen. Ja. En de vier schilderijen die ook in ons museum van Dijs en Leijstreek uitgaan. We hebben dus alle horecazaken proberen te overtuigen om bij ons mee te werken. Ja, dat is eigenlijk een wonderlijk verhaal waar we met toch relatief weinig middelen erin slagen om 105.000 mensen, vorig jaar nu een record, op vakantie te laten gaan. Mensen die in armoede leven, en dat kan door een unieke samenwerking tussen de overheid, de privésector, en sociale organisaties. De overheid met het steunpunt, vakantieparticipatie. 450 ondernemers in Vlaanderen die hun deuren openzetten voor vakantiegangers tegen verlaagd tarief. En dan nog eens 1200 sociale organisaties die ontzettend veel inspanningen leveren om die mensen eerst ertoe te bewegen vakantie te nemen. Ze dan ook vaak nog begeleiden op die vakantie. En die dus ja, een warm hart tonen en ervoor zorgen dat we slagen met die vakantie voor allen. Goedemorgen, het is een plezier om in die warme sfeer hier het woord te mogen nemen. Blij dat jullie allemaal de weg gevonden hebben naar Kortrijk. En het is vooral in die ontmoetingsruimte dat we samen met de mensen een stukje op weg gaan. En dat we samen met de mensen dromen van een vakantie, de vakantie plannen, helpen plannen, kijken hoe dat we het gaan bekostigen. En dan ook een beetje evalueren achteraf van hoe is het geweest, want dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Dat mensen achteraf het verhaal eens kunnen vertellen. Ja, dat klopt. Er komen, wij horen heel veel verhalen en dan denken we van, dat is toch zonde dat die bij ons blijven hangen. Hè? Eerst en vooral, ik had er drie tellen. En op drie wijst iedereen tegelijk in zijn cirkeltje naar de persoon van wie dat je het verhaal zou willen horen. Het verhaal van hoe ben je naar Kortrijk gekomen? Hoe was je reis naar Kortrijk? 1, 2, 3. Maar dat we juist dan nieuws nodig hebben van mensen die met goede dingen bezig zijn, om dat boven water te krijgen, zodat we daar met z'n allen van kunnen leren en met z'n allen kunnen groeien in de richting waarin dat we samen uit willen met het steunpunt vakantieparticipatie. Er zijn veel mensen die maar voor een paar dagen een keer ergens naartoe gaan, maar die heel blij zijn als ze dat kunnen doen. We kunnen het zeker aanraden aan anderen, want allee, je zit er toch even tussenuit. Het is een heel andere omgeving waar je in terechtkomt. Het grootste waar ze zeker geen schrik voor moeten hebben, is dat mensen nu daar gaan bekijken omdat jij van het steunpunt bent. Iedereen is het gelijk en dat is wel top. En vooral ook de werking, het systeem op zich werkt heel erg goed. De sociale organisaties die ertussen zitten, doen dat werk perfect. En dat geeft ook vertrouwen naar de attracties toe om nog meer en nog uitgebreider te participeren in vakantieparticipatie. Andere mensen hebben niet de kans om op een vakantie te komen. En het laatste seizoen is mijn vakantiewoning dan meestal ook leeg. En die wordt dan nu eigenlijk opgevuld door die mensen. Dus het is eigenlijk ook interessant voor jou. En je maakt die andere mensen heel blij. Ik vond het vandaag wauw. Ik vond het heel, heel geweldig en ik vind die groep ook altijd heel tof. Hoe zou dat doen? Super. Goed. Heel goed. Heel goed. En heel ja. Plezant. Ja. En het gaat nog plezanter worden. Er zijn heel veel mensen die spontaan komen zeggen zijn van we vonden het leuk, we hebben ons geamuseerd, we zijn blij dat we weer de mensen teruggezien hebben. Een beetje de energie die in de zaal hangt en de sfeer. Dus daar doen we het voor. Tien jaar bezig intussen en de aanbieders die meedoen, hoe langer ze meedoen, hoe groter dat het engagement wordt.
De groep van mensen die het moeilijk heeft om op vakantie te gaan, neemt ook toe door de economische crisis en andere omstandigheden. En dat maakt dat ons werk natuurlijk nog de komende jaren zeker niet verdwenen is.